Hey allemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer eindelijk een vlog voor jullie. Het is weer een tijdje geleden, maar vandaag is een hele leuke en spannende dag. Soort van, want ik ga een surprise party organiseren. Dat heb ik al soort gedaan. Het gaat in ieder geval vandaag plaatsvinden. Ik ga jullie vandaag vertellen hoe ik dat heb gedaan, wat het allemaal inhoudt. En natuurlijk laten zien hoe degene reageert. En degene, die kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Want ze is ook wel vaker in mijn video's gekomen, in een paar vlogs. In een aparte video, het is namelijk Kiki. Dit is Kiki. Nou, en Kiki wordt 18 vandaag. Het is 15 december 2017. En ze wordt 18, dus samen met Sanne en Frederik, twee andere hele goede vriendinnen van Kiki, dachten we, we moeten iets leuks gaan organiseren. Ik zal jullie straks later in deze vlog vertellen wat we allemaal gaan doen, want het zijn twee grote verrassingen. Maar ik ga jullie vandaag alles laten zien en ik neem jullie mee! Oké, ondertussen dat ik nog eventjes klaarmaak, zal ik nog eventjes wat vertellen. Want ik moet best wel eventjes doorgaan, want ik ben bang dat het anders allemaal misgaat ofzo. Maar gisteren vierde Kiki nog de verjaardag bij de moeder. Toen heb ik superleuk Monopoly-spel gemaakt. Want ik en Kiki spelen altijd... Kiki en ik bedoel ik. Spelen altijd Monopoly de laatste tijd. Kindermonopoly. En dat wilde ze eigenlijk heel graag hebben. Dus ik dacht, nou, weet je, laat ik eens gek doen. Nou, ik heb heel veel werk doen. Ik ben er heel lang mee bezig geweest. En laat ik... zo, dit ziet er gek uit. Laat ik een op haar gebaseerde Monopoly maken. Nou ja, dus zo gezegd, zo gedaan. Heb ik dat gedaan. Alles uitgeprint. En hier komt haar reactie. En ik laat ook een filmpje zien van hoe het eruit zag. Want ik vond het zelf best wel heel erg cool geworden. Dus ja, dat gaan jullie nu even zien. Nee joh! Dat was... Nee joh, doe het echt zo leuk. Oh wat goed. De huisjes, ik meen je niet. Even ter uitleg, Mandy en ik spelen altijd Monopoly. Mandy wint altijd. Maar met deze, versie ga ik natuurlijk winnen. Ondertussen dat mijn haar droogt, ga ik de spulletjes hier in een tasje doen. Dit zijn nog cadeautjes van Kiki. En dit is een soort grapje, maar ik stop het in een Bershka tasje. Omdat ik had deze tasjes altijd boven op mijn kast liggen. Van die winkeltasjes. En Kiki zei altijd, Mandy, gooi dat nou toch eens weg, joh. Waarom wil je dat? Nou, dus die tasjes heb ik nu weggedaan. Maar zij krijgt zo'n tasje van mij, want het is bij mij weg. Maar zij krijgt hem. Gooit ze waarschijnlijk natuurlijk ook weg, maar ja... Kiki eet dus altijd allemaal eten bij mij, want ik vind het altijd om eten op. Dus vandaar dat ik haar even een soort van voedselpakket heb gegeven met dingen die ze allemaal lekker vindt. Ondertussen zal ik eventjes uitleggen wat nou het hele idee is. Want ik moet dus nu weg, dus ik pak ondertussen even mijn tas in. Ik neem nog wat ballonnetjes mee, een feesthoedje, want Sanne en ik gaan nu alvast naar het restaurant. En Frederik, die was vandaag met Kiki in Utrecht en die heeft tegen haar gezegd... Kiek, ik neem jou mee uit eten, want dat vind ik leuk. Nou ja, prima. Dus Kiki denkt nu dat zij uit eten gaat met Frederik. En dan zitten Sanne en ik daar dus al als verrassing. Nou, superleuk dus. En ja, daarna gaan we dus met z'n allen naar Kiki haar vaders huis toe. En daar zijn dan de rest van haar vrienden. En dat is dan zeg maar echt een surprise. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat allemaal gaat. En ik ga er nu vandoor, voordat ik alles heb. Anders dan is het weg. Nou, neem jullie mee. Nou jongens, dit is Sanne. We zitten hier in het restaurant. En we weten dus niet of ze er aankomen of niet. Alleen als we achter ons kijken, dan kunnen ze meteen zien. En dus hier komen we moeten. Het blijft voor ons eigenlijk ook een verrassing. Ja, het is best wel spannend. En we gaan nog een ballonnetje opblazen, maar... Oh my god. Ja, want nu komt ze hier dus als verrassing. Wij weten dus niet dat ze hier... Zij weet niet dat wij hier zitten. Nee, en daarna komen wij als verrassing naar het huis van Kiki. En dan zijn daar opeens heel veel mensen. Ja. Leuk. Wij wachten. Nog steeds. Maar dat duurt lang. Het duurt al 10 minuten. Het is zo spannend. Het is best wel echt, het is gewoon zenuwslopend. Want weet je niet wat de reactie is? Ze gaat het sowieso wel leuk vinden, maar... Tuurlijk. Maar op zo'n... Ja. We kunnen gewoon niet hierachter in dit raam kijken, want dan kan ze ons ook zien. Ja. Ik wilde eigenlijk ook nog even een kaartje schrijven voor bij het cadeautje, maar... Nee. We houden even wat ze in de gaten voor als er storing of zo is. Want
helemaal misgaat. Dat kan ook wel. Oh, er riep iemand. Dan denk je gelijk altijd dat het zijn. Maar het gebeurt niet. Oh, mijn neus. Zo spannend. Wat vind je ervan, Kiek? Heel leuk. Had je dit verwacht? Had je het verwacht, Kiek? Nee. Echt niet? Oh my god. Die wist niks. Nee. Wisten jullie hiervan? Ja. Nee, 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 ik wist er ook niet van. Toevallig zag ik opeens dat ik naar Thomas Kitchen gaan. Nee. Ja. Lag ik. Ik dacht, ik ga even gaan doen. Ja. Ik zei toch dat je wat aan je schild had. Ja, maar wat moest ik dan doen? Kunnen we niet een Utrecht geven? Nee, nee. Wat leuk. Wat leuk jullie nu herinneren. Leuk, hè? Leuk, hè? Met z'n allen bij elkaar. Mandy, 18 cadeautjes voor de leukste 18 jaar. Veel eetbare dingen die je lekker vindt en bij mij altijd wel eten, toch? Dit is wel alles wat ik lekker vind. Boterpoeding. Ja. Oh, Mandy vind ik heel schattig. Nou. Nah. Even van jou, Kiek, hoe vond je het? Ik vond het subliem. Oké, dus wat gaan we nu doen? Omede Moutvaart! Mensen, we komen dus net uit het restaurant. Ik heb nog een pepermentje in mijn mond, maar we zijn nu daar achter. We gaan ons fiets halen, het stond op een andere plek. En nu gaan we naar Moutvaart, dus we gaan kijken. En ze denkt nu dus dat er open oma er gewoon zijn. Dus dat soort van de verrassing is. Dat wij spontaan even meegaan. Ja, ze vond het wel allemaal een beetje gek. Ze vond het gek. Maar... ze verwachtte wel iets, maar niet dit. Echt niet dit. Nee, ik hoop het. Ik weet zeker dat ze niet denkt dat dit het is. Want ze heeft het nog de hele tijd ook over morgen. Ja. Want morgen zou de verjaardag zijn. Ja. En ze heeft daar nog de hele tijd over. We gaan het zien. Waiting for me. We were just getting in love. Now go.
Ja. Vind ik niet leuk. Mijn dag 18. Ja. Nou, geweldig. Hoe voelt het? Want ik had... Super. Nou? Moment super. Wat vind je ook van dit shot van onder zo? Oh, leuk. Moet ik nu een foto van jullie maken? Ja, ja, kan. En taartje. Nee, mooie beelden. Ik hoop niet dat ik onder kan hebben. Oh. Is niet erg goed. Onze voeten vriezen dood. Het is ijs. Koud. Kiek, wat vind je ervan? Ik vind het super leuk. Ik waardeer iedereen die hier is geweest. Echt waar. Wow. En vooral even een shout-out. Even dikke duim. Dikke duim. Vanaf hier. Oh nee. Dikke duim voor de... Dikke duim. Duim omhoog, dank. Oh, duim. Dikke duim. Duim omhoog voor het organisatiecomité Sanne, Mandy en Frederiek. Joehoe! Ja! En alle mensen die hier zijn gekomen om mij... Gekomen. Ja. Wordt het leuk? Ja. Hi. Joehoe. Oh, jongens. Als de vlog van Kiki er is, staat in de beschrijving. Als die komt. Nou mensen, ik ben thuis, ik kan niet hard praten, iedereen slaapt al, het is 2:00 s'nachts. Helemaal mooi. Het was echt ontzettend leuk en zo blij dat Kiki het heel erg leuk vond. Ook de cadeautjes, de mensen, de verrassingen. En ik ben heel erg blij dat ze niks door heeft gehad. Ook door mijn domme bericht van vannacht. Toen ik al half lag te slapen en toen ik... Kijk, wat er was gebeurd, ik moest een bericht doorsturen. Over de surprise party naar iemand. Maar dat had ik dus per ongeluk, er zat in mijn hoofd. Ik mag dit niet naar Kiki sturen. Als ik het nu naar Kiki stuur, ben ik heel dom. Dit kan niet gebeuren. Maar ik zat dus zo in mijn Kiki-mode dat ik op Kiki klikte. Gelukkig is er dus sinds kort een nieuw WhatsApp-update. Waarbij je gelijk berichten kan verwijderen. Dat heb ik echt meteen gedaan. En ik ben echt super blij dat dat dus heeft gered. Dat ze het dus niet heeft gelezen en gezien. Maar ze was ontzettend blij. Ze vond het heel erg leuk. En ja... Zeker geslaagd. Dat was een beetje de backstage vlog ding. Want ik vond het wel weer een keertje leuk om te vloggen. Van de surprise party eigenlijk. Ja, hopelijk was het leuk om te zien. Zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren. En ik ga snel slapen. Ja. Laat me weten of jij ook ooit een surprise party hebt gehad. Of een keertje gaat doen. Want dat had ik natuurlijk ook voor mijn 16e verjaardag. Hebben jullie kunnen zien in mijn eigen vlog. Staat wel even ietsje. Nou, nu echt. Slaap lekker. Nou ja, ik ga slapen. Oké, het zit allemaal helemaal nergens meer op. Doeg.